Ik heb vandaag een klein beetje het gevoel alsof ik jarig ben, want vandaag ga ik een lang gekoesterde droom verwezenlijken. En dat is namelijk leren motocrossen. Mijn vader is echt een supergoeie motocrosser geweest vroeger. Maar ik mocht het niet, want er was geen geld voor of je had te veel onderhoud, te gevaarlijk. Maar vandaag is het tijd voor payback. Ik ga leren motocrossen met uiteindelijk doel om mee te crossen in een echte wedstrijd. Oké dan, nou ik sta hier met Mike Kok. Mike Kok gaat me zo meteen leren crossen. Mike, ja. Ik ben echt benieuwd. Kan ik het leren? Binnen hoeveel keer denk je dat het mij gaat lukken? Nou, ik denk dat je toch al 3 keer, 4 keer nodig hebt. Maar na de hand van de eerste keer kunnen we het beste zien. Waar moet ik zo meteen op letten? Je moet gewoon goed naar de motor luisteren. Het is net zoals met auto. Je moet gewoon op het juiste moment schakelen. En hem laten trekken, dat is het belangrijkste. Ik denk, we gaan het maar gewoon proberen, toch? Is dit echt zo lang gehoopt, zeg maar? Ja, weet je wel, ik wilde altijd al crossen, alleen... Het kost te veel geld, te gevaarlijk en zo, allemaal excuses. Maar ja, nu kan ik eindelijk het heft in eigen handen nemen en nu ga ik het gewoon proberen. Dus voor mij is dit echt iets wat ik echt, echt al lang wil doen. We staan bij de motor. Het is een 250 cc. 4-tak Honda. Oké, ik heb geen idee wat het inhoudt, dus hoe werkt die? Ja, daar valt niet veel uit te leggen. Hoe schakel ik? Schakelen. Nou, je gaat weg. Koppeling erbij, zet hem eens 1. Ja, hoe is het wat 1? Is dat beneden? Eentje naar beneden. En naar boven? 2. Naar boven 2, 3. Dat is gewoon omhoog en omlaag. Okay. Probeer hem eerst maar aan te krijgen. Als je hem doodremt of hij slaat af, geen gas geven met de 4-tak, want dan krijg je hem niet meer aan. Goeie trap geven. Ja, guys! Wij weten niet hoe die moet schakelen. Nee, hij krijgt zijn voeten niet onder. Jongen. Zet hem maar even uit. Je schakelt, dit is even de dinges. Je schakelt op en je zet hem gewoon weer goed op je pedaal. Je zag er wel echt uit als een wijf, hè? Wat nou? Er gaat verandering in komen. Ben je al een keer als een 2 gekomen? Ik ben zelfs als een 3 gekomen al een keer. Ah, oké. Nee, dan is het goed. Gaat goed, hè? Zeker zwaar. Respect, pap. Maar hoe deed hij het nou? Hij gaat steeds beter. Maar hij moet nog veel leren. Het gaat echt niet goed komen met die wedstrijd. Hij is eigenlijk echt dood, jongen, met die wedstrijd. We zijn serieus, als hij nu in de wedstrijd rijdt. Ja. Dan? Dan wordt het niks. Vandaag is de dag, want vandaag ga ik met een echte wedstrijd meekrossen. Een supermotorwedstrijd. Nou, we zijn hier in Holte. En ik moet me eerst nog even inschrijven. Maar hoe laat is het nu? Even kijken, mijn gele bandje. Het is nu 8:00. En de wedstrijd begint om 9:15. Dus ik kan me nog even mentaal voorbereiden. Dus we gaan kijken wat er van gaat worden. Hey. Nou, ik sta hier met Joko. En Joko! Heeft voor mij een motor geregeld. Een dikke Yamaha 2,5 Gebben Yamaha. Hey, heb je een EHBO kit bij of niet? Ja, die komt eraan. Ja, die rijdt achter je aan. Komt een hele caravan gooien. Ja. Dat is mooi meegenomen. Oké, ik sta hier met Johan. Johan is al 4 jaar bezig op de supermoto. En voor mij is het de eerste keer vandaag. Waar moet ik op letten? Ik zou sowieso op het gras een beetje voorzichtig aan doen, dat is glad. En verder, kan zolang je de motor recht houdt, kun je flink hard in de remmen. Dus daar hoef je niet zo bang voor te wezen. Maar zodra je de bocht gaat insturen, dan moet je het een beetje in de gaten gaan houden. Tim moet. Schiet op nou, Tim. Tim moet. Kom, Tim. Deze moet je.
Van de nummer 20, ja. 17. Zeg, fuck die prijzenkast. 17 is ook goed. Er waren een aantal momenten waar er gingen andere kosters vallen. En ik dacht bij mezelf, oké, nu is het moment daar. Nu moet ik ze inhalen. Nou, gelukkig is me dat 3 keer gelukt, waardoor ik gewoon 17e ben geworden van de 20 deelnemers. Ik bedoel, ik heb 2 lessen gehad. Hey, vet.